allemaal en welkom bij een nieuw filmpje. Ik zit hier nog ongeschminkt omdat we vandaag mijn minimum make-up look gaan doen. Dat is ook de look die ik doe wanneer ik ga werken of gewoon wanneer ik niet veel zin heb in make-up. En we gaan hier een tutorial van doen. Ik gebruik deze MAC Light Full C Tinted Cream. Je hebt die al 100 keer zien voorbij komen waarschijnlijk. En ik breng dat eigenlijk gewoon enkel aan op het middenste deel van mijn gezicht. En ik zorg dat dat mooi geblend wordt. Waarom? Niet over heel mijn gezicht. Omdat ik vind dat ik dat niet op heel mijn gezicht nodig heb. Maar wel op de plaatsen waar dat ik roodheden heb. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive, maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one, maybe I'm thinking it's better if you don't drive. En terwijl dat aan het zetten is, of een beetje opdroogt, dan breng ik oogschaduw primer aan. En dat is mijn favoriete Urban Decay eyeshadow primer. Nu zie ik een beetje stiller gezet. Breng dat aan op mijn ooglid uiteraard. En ook hier. Dat zorgt ervoor dat mijn oogschaduw de hele dag blijft. Ik draag niet elke dag oogschaduw. Soms ga ik ook gewoon voor eyeliner en geen oogschaduw. Maar wat moet ik anders doen met al mijn oogschaduwen? Dus meestal gebruik ik wel een oogschaduw. Ook terwijl dat hier een beetje aan het zetten is, ga ik mijn wenkbrauwen doen. En op een doordeweekse dag gebruik ik enkel maar een eyebrow filler of wenkbrauw gel. En ik gebruik heel graag deze Catrice Eyebrow Filler. En ik ga daar gewoon mee door mijn wimpers, wenkbrauwen. Zo is het een klein beetje aangezet, maar niet te veel. En uiteraard ook de andere kant. En dan gaan we over naar oogschaduw. Meestal gebruik ik een hele neutrale kleur. Zoiets dat je niet te veel moet bij nadenken om dat aan te brengen. En meestal zijn dat dan ook wel bruinige kleuren. Ik ga vandaag voor dit Huda Beauty paletje. En ik breng daarvan uiteraard een kleur aan op mijn ooglid. En ik doe dat met zo'n dikke kwast omdat je met deze kleur kan aanbrengen. Maar tegelijkertijd ook kan blenden in feite. Soms laat ik het gewoon zo en doe ik er niks meer bij. Maar meestal ga ik wel nog in de crease om die een beetje meer diepte te geven. En dan ga ik ofwel in deze kleur ofwel in deze kleur. Maar ik ga vandaag in de lichtste gaan. Omdat het toch wel een beetje diepte heeft. Het is niet veel, maar je oog heeft zo toch wel een beetje een verfijnd beeld. Voilà, dat is het. En dan breng ik op mijn
bovenste wimperrand een potloodlijntje aan. Ik ga voor zwart, donkerbruin of heel af en toe een keer een kleurtje. Maar we gaan het basic houden vandaag. Dus ik ga voor donkerbruin gaan. Soms met een acrietje, soms gewoon. Deze is de Essence Long Lasting Eye Pencil in Hot Chocolate. En dan breng ik aan op mijn bovenste wimperrand. En ik maak geen wing. Ik stop eigenlijk waar dat mijn oog stopt. Wat dat er me wel altijd opvalt, is als ik een eentje van boven trek, dat ik nog een beetje meer diepte nodig heb. Dus gaan we nog een keer in een crease kwast en gaan we dat een klein beetje donkerder maken. Ook al is het maar heel, heel weinig. En dan gaan we voor twee lagen mascara en ik gebruik momenteel graag de Chanel Le Volume, een simpele huls, maar wel met een grappig borsteltje. Je kon die zien in mijn favoriete mascara filmpje, dat is wel al van een tijdje geleden. Dat kan je misschien wel een keer opzoeken als je wil. Soms breng ik niks aan van onder, soms wel. En we gaan vandaag gaan we dat wel een keer doen. En we gaan terug met datzelfde potlood. Gewoon de buitenste ooghoek hier van onder. Een klein beetje aanzetten. En ik doe echt gewoon het buitenste hoekje. Omdat dat mijn ogen eigenlijk wel verkleint anders. Ik heb al geen grote ogen. Voilà, en dan breng ik ook op de onderste wimperrand mascara aan. Dat is dat. En dan gaan we voor bronzer of hoe je gezicht een beetje te shapen. Ik gebruik heel graag deze MAC Spring Bling Highlight Powder. Maar voor de highlight poeder is deze een beetje te bruin voor mij. Dus gebruik ik hem als bronzer. Bronzer blush een beetje. Zo krijg ik direct een beetje warmte in mijn gezicht. Zo doe je het. Deze is echt mega naturel. Beetje op mijn neus. Zo doe je het. Ben ik hier nu al veel aan het uitleggen, maar eigenlijk kan ik dat gewoon met mijn ogen toe in feite. Dus. En dan als laatste gaan we voor een beetje blush. En ik ga vandaag een keer mijn Hourglass palet gebruiken, omdat ik heb vandaag ook nog een ander filmpje opgenomen. En dat zijn de dingen die ik hier nu dicht in de buurt heb. En ik ga voor deze perzikkleurige blush. Ook de blush wisselt af dag tot dag. Waar ik die dag zin in heb. Maar meestal is het neutraal. Kijk, zo is het. Voilà. Dan spray ik met Fix Plus. Of met Urban Decay All Nighter. Vandaag gaat het met de Fix Plus in. Zo is het. Zo is het. En terwijl ik dat laat opdrogen, kies ik mijn lippenstift. Meestal ga ik voor neutraal, maar soms ga ik ook een keer voor iets fel. Maar dan kies ik wel iets die de hele dag blijft zitten. En vandaag ga ik voor MAC Hug Me.
Dat is A25, staat er daarop, een hele neutrale kleur. En dat is een luster. Dat is ook zo'n lipstick dat ik met mijn ogen toe kan aanbrengen, dus super gemakkelijk. En als allerlaatste breng ik eigenlijk gewoon nog een laagje mascara aan. En voilà, dit is mijn simpele make-up look, werklook, look waar ik niet te veel moet bij nadenken om te maken en die ik eigenlijk bijna met mijn ogen dicht kan. Het is ook een look die heel makkelijk en snel gaat. Ik heb in de morgen ongeveer 20 minuten tijd om te wassen, aan te kleden en mijn make-up en dat lukt perfect. Dus ja... Zo hebben jullie dat nu ook een keer gezien en graag liken, abonneren, meldingen inschakelen, reacties achterlaten. En dan zie ik jullie volgende week terug. Doei!